bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen, waar ik altijd heel enthousiast over ben. Ik hou van nieuwe make-up. Ik heb niet alleen nieuwe make-up, maar ik heb ook een nieuwe spons. Ik heb nieuwe wimpers, dus ik heb echt een heleboel nieuwe dingen. Ik heb ook make-up van een heel nieuw make-up merk, een betaalbaar make-up merk die echt compleet nieuw is. Daar heb ik ook een aantal producten van besteld, dus daar ben ik helemaal extra benieuwd naar. Dus al met al ben ik gewoon heel erg benieuwd naar alle make-up. Het is een mixje van betaalbare make-up, maar ook wat high-end make-up producten, dus ik heb er vandaag echt zin in en ik ga de intro niet te lang maken. Heb jij er net zoveel zin in als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Omdat ik zoveel nieuwe producten heb, gaat het waarschijnlijk weer een beetje een langere video worden. Dus pak iets lekkers erbij, iets te eten, een kopje thee, whatever. En geniet van deze video. Ik ga beginnen vandaag met de ogen en ik heb echt werkelijk waar een prachtig oogschaduwpaletje. Ik heb de Platinum Cutie Palette van Labla. En dit is echt een prachtig paletje. Net zo'n diamant. I love it. En dit is dan wat erin zit. 6 prachtige kleuren, 2 matte kleuren en 4 glanzende kleuren. De kwaliteit van dit paletje qua verpakking is echt super. Het is een kleine verpakking. Het is een klein paletje, handig voor to go. Maar de kwaliteit is zo goed. Hij is best wel zwaar. Dit gaat ook dicht met een magneet. Dus de kwaliteit is echt top en hij ziet er echt prachtig uit. Je hebt dus genoeg kleuren voor echt een aantal looks. Ondanks dat je maar 6 kleuren krijgt, hebben ze het zo opgezet dat je toch meerdere ooglooks kunt maken. En dan heb je hier de 2 matte kleuren voor in je arcadeboog en dan de glanzende kleuren kun je gewoon mixen en verschillende looks mee creëren. Ik heb dus het Platinum paletje, maar ze hebben ook een aantal andere kleuren. Maar ik dacht ik ga voor deze, want zulke kleuren gebruik ik niet echt heel vaak en ik vond het wel leuk om dit te gebruiken. Dus vandaar. Dus we gaan weer even inzoomen op de ogen, zodat we alles beter kunnen zien. Het is hier een beetje roze, dat is niks geks. Dat is gewoon oogschaduw van gisteren, want ik had een roze look gemaakt en dat blijft heel vaak nog gewoon plakken. Dus vandaar dat het hier nog een beetje rood-roze is, maar dat gaan we nou bedekken met mijn MAC Soft Ochre oogschaduwprimer. Ik ga beginnen met deze beetje bruine matte kleur. Die heet Aristocracy of zoiets. En die kleur ga ik aanbrengen in mijn arcadeboog. Ik gebruik een Zoeva kwast 228. Ik druk ook niet te hard, want de kleur is best wel donker, maar ik wil het best wel licht houden, omdat dit toch de arcadeboogkleur is. Dus ik wil dat de kleur niet te heftig is. Dus als je een donkere kleur hebt in een paletje en je wilt hem iets lichter hebben, druk dan gewoon niet te hard. Dat is misschien een handige tip. Het is by the way echt een prachtig cool tone paletje. Ik gebruik echt bijna nooit cool tone. Ik ben echt all about warme kleuren en dat soort dingen. Maar zo af en toe iets meer cool is ook wel leuk. Nu pak ik de donkere kleur, die heet Tenebra. Met mijn Zoeva 224 kwast, is een kleinere vlugge kwast, breng ik die ook aan in mijn arcadeboog. En ook hier in de buitenste hoeken. Ik was aan het twijfelen of ik helemaal een cut crease ga maken of niet, maar ik ga het niet doen. Ik hou de look vandaag een beetje draagbaar, want ik ga straks naar de bios. Dus ik wil dat de look draagbaar is, dat ik gewoon ermee naar de bios kan. Ik wil wel echt zoveel mogelijk kleuren gebruiken als kan, want het is weer een nieuw paletje en dan doe ik dat altijd. Ik ga beginnen met de donkere grijze glanzende kleur, die heet Gem System. Mensen, als je dit swatcht met je vinger... Het is echt amazing. De kwaliteit lijkt zo goed. De matte kleuren, by the way, blenden echt super goed. Ik ga die aanbrengen met mijn kruidvatkwast nummer 5 van de Pro Collectie. En ik heb hem een beetje nat gemaakt met fixing spray. En dan die kleur breng ik aan een beetje zo hier in het begin. De glanzende kleur brengt heftig aan met je vinger, maar je kunt het in principe ook gewoon met de kwast aanbrengen. Daarnaast breng ik de glanzende kleur hier aan. Die heet Rich Darling. Dit is echt prachtig. Ik heb het meeste aangebracht met mijn vingers, omdat dat gewoon echt veel beter aanbrengt. Maar ik vind het echt prachtig. Ik pak weer een beetje van die donkere matte kleur Tenebra. En die lente kleur een heel klein beetje hier in de hoeken in. Naar de glanzende kleur ernaast. Dan pak ik ook nog deze lichte glanzende kleur. Die heet Luxuriance. En die ga ik een beetje aanbrengen zo hier in het midden van die 2 glanzende kleuren. Ook gewoon met mijn vinger. Mensen, deze kleur pakt echt super veel op. Kijk even hoe mooi. Wauw, deze kleur is echt prachtig. Popping. I love it. Mensen, het glittert zo ontzettend mooi. Het is niet gewoon een normale glanzende kleur. Er zitten echt van die hele lichte glittertjes erheen. En dat is echt prachtig. I love it. Ik heb nou elke kleur in het paletje gebruikt, behalve deze gouden. Maar die kunnen we altijd nog... Maar die kunnen we altijd nog een andere keer gebruiken. Maar ik vind het voor nou zo echt prachtig. I love it. Echt een supergoed paletje. Ik ben helemaal impressed. Ik heb geen nieuwe mascara, dus ik gebruik maar NYX On The Rise mascara.
Ik heb wel nieuwe nep wimpers van een Nederlands merk die ik niet kende. Die hebben mij deze wimps opgestuurd. Alle producten vandaag zijn een mixje van producten die ik heb gekocht en die ik heb gekregen. En ik heb hier twee paar wimpers van Lashes by Lini waar ik heel enthousiast over ben, want ze zien er echt goed uit. En ik heb ook van hun wimperlijm gekregen, dus die ga ik ook proberen. En het zijn allebei faux mink wimpers, dus neppe mink wimpers. Ik heb al een tijdje geleden gezegd dat ik wil stoppen met mink wimpers. En ze vroegen aan mij of ik echte mink wilde of faux. Dus ik ben gewoon gaan voor faux mink. Maar ze hebben ook echte mink voor als je dat zou willen. Ik heb hier de wimperstijl Dahlia. En ik heb hier de wimperstijl Blossom. Ik heb ook echt hun specifiek gezegd. Stuur mij de meest heftige. Want anders vind ik het niet mooi. Dus dat hebben ze ook echt gedaan. Dit zijn twee van hun meest heftige. En die mij het meeste aanspreekt is Blossom. Want die is nog heftiger dan die andere. Dus deze wil ik gaan proberen. En hun wimperlijm ga ik dan ook proberen. En dit is dan de verpakking van hun wimperlijm. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga deze even aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Wimpertjes zitten erop. Lekker mooi lang en extreem. I love it. Ze zijn wel echt super lang. Op mijn ogen wordt het gewoon een beetje normaalachtig. Maar als jij niet veel oogoppervlakte hebt, pak dan echt een meer normale wimperstijl. Want deze zijn echt extreem lang. We zijn weer uitgezoomd. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik heb niks nieuws als gezichtsprimer. Want ik heb wel een nieuwe foundation. En dan wil ik geen nieuwe primer gebruiken. Want dan als het straks niet goed is of wel goed is, dan weet ik niet of het aan de primer of aan de foundation ligt. Dus ik gebruik een primer die ik al heb en ken en waarvan ik weet die is gewoon goed. En dat is de L'Or primer van Garnier. Ik besef me net, ik heb mijn dagcreme niet opgedaan. Oh mijn god, die moet eventjes eerst snel. Ik gebruik mijn Clinique ID dagcreme gemixt met mijn Biotherm zonnebrandcreme. Zonnebrandcreme mix ik er alleen maar bij als ik ook echt wegga. Als ik gewoon in huis blijf, dan breng ik alleen maar mijn dagcreme aan. Normaal heb ik dit al gedaan voordat ik de video begin, maar ik was het dus vergeten. En nu breng ik de primer aan. Als foundation heb ik niet alleen maar een nieuwe foundation, maar de hele overall merk is helemaal nieuw. En dat is weer een nieuw merk van Makeup Revolution, XX by Revolution. Dit is een complete nieuwe brand die ook weer valt onder Makeup Revolution. Deze brand is een beetje skincare en make-up in één. Het is een beetje zo gepromoot. En ik heb hier hun Glowy Skin Foundation en er staat bij Foundation met twee X'en, want het is XX by Revolution. En dit is dus de glanzende foundation. Ze hebben ook gewoon een normale, een matte. En ik heb de kleur 8.5. Ik heb hem al opengemaakt zoals je kunt zien. Maar de kleur is echt weer vrij aan de lichte kant. Ik had denk ik voor een iets meer donkere kleur moeten gaan. Omdat ik toch altijd zelf bruin. Ik ben nu weer iets lichter. Ik heb nou niet gebruind. De bruining zit er nog wel een heel klein beetje op, maar niet meer veel. Dus ik hoop dat hij gewoon nou gaat matchen. Alleen de kleur hierop die je hier ziet, matcht echt totaal niet met de echte kleur. Zien we dit verschil? Het lijkt veel donkerder dan dat het echt is. Dus 8.5 is best wel licht. Dus ik zou meer gaan voor een kleur bij richting 10.5 en dat soort dingen. Maar ik ga het toch gewoon proberen. De verpakking is super luxe. Ook dit zo helemaal. I love it. Het is wel gewoon plastic. Maar het ziet er echt luxe uit. Ik ga dit aanbrengen met ook een spons. Die is ook nieuw. En deze spons wil ik al proberen sinds ik echt maanden of jaren terug deze spons heb gezien bij Nikki Tutorials. En dat is de June & Co. spons. Dit is dus echt een hele populaire spons sinds zij die liet zien op haar kanaal. Toen destijds wilde ik hem ook gelijk halen toen ik hem zag bij haar. Maar op hun website was het toen echt gelijk uitverkocht. Dus ik kon er niet meer bij. En dit is een microfiber spons. En er zitten zo van die kleine haartjes op. Ik ga het laten zien. Kijk, dit is hem dan. Ik heb hem in het roze, maar je hebt ook een heleboel andere kleuren. En hij is echt super zacht. Dit voelt echt heel weird aan. Er zit ook een klein boekje bij. How to clean your spons en zo. En je kunt hem echt gebruiken voor alles. Gewoon net als een normale beauty blender. Nu is hij nog droog, maar ik ga hem natuurlijk even nat maken. Daar ben ik weer. Hij is nou helemaal nat gemaakt. En hij is echt een stuk gegroeid. Hij is echt wel een stukje groter nou. Hij voelt echt heerlijk aan. Ook gewoon lekker zacht. Dus ik ben al enthousiast. Ik ga deze er nou mee aanbrengen. Oh mijn god mensen, de kleur is echt te licht. Nou ja, I'm just gonna work with it. Ja mensen, kleur 8.5 is echt way too licht voor mij. Dus dit gaat me echt niet worden. De spons blenden het echt perfect. Ik ben echt een fan. Ik snap echt de hype. Het is echt een goede spons. Hij brengt ook alles heel smooth aan en zo. Ondanks dat de kleur te licht is, vind ik hem wel heel mooi liggen op de huid. Echt een goede, volledige
medium tot volledige dekking meer. Dus ja, I love it tot nu toe. Ondanks dat de kleur echt veel te licht is. Oh my god, ik ga gewoon heel veel bronzen. Dan heb ik ook een nieuwe concealer van Elf Cosmetics. Dit is niet hun normale concealer, want die heb ik al. Maar dit is de hydrating versie van hun normale concealer. Dus deze concealer is gewoon echt nieuw. Ik heb de kleur medium sands, want die had ik ook van hun normale. Alleen het kleurverschil is super groot. Dit is echt medium sand. En de andere is echt een lichte kleur. Ik vond hem altijd veel te licht om hem medium sand te noemen. Ik vind dit echt een hele lichte kleur. Maar ik vind het wel grappig dat allebei de medium sands een andere kleur hebben. Dus ik denk dat ze de feedback hebben gehoord en dachten, oké, we moeten de kleuren iets donkerder maken. En dit is dus de Elf Camo Concealer, maar dan de hydrating versie. Ideaal voor mensen zoals mij met een normale tot droge huid. Of gewoon echt een droge huid. Kijk even dit kleurverschil, jongens. Dit is echt een super groot kleurverschil. Ondanks dat ze allebei medium sand heten. Ik vind die echt geweldig. Dus ik hoop deze ook. Veel mensen vinden die andere iets te mat, iets te droog. Dus dan kun je het beste gaan voor deze. Oh mijn god, deze kleur is veel te donker. De foundation is te licht. De concealer is te donker. Oh my god. Nou ja, ik ga het gewoon alsnog aanbrengen en whatever. Maar het is wel echt veel te donker voor mij. Maar ja, het glas is half vol. Nou wordt tenminste mijn gezicht weer een beetje donkerder gemaakt. Ik ga hem ook weer blenden met mijn spons. Oh, ik moet nog vandaag naar de bios, jongens. Ik hoop dat ik straks weer wel gewoon zo over straat kan. Ik denk wel, vaak als je bronst en zo, dan wordt alles weer een beetje oké. Deze spons is echt amazing. Ik ga gewoon ook zo een beetje over de rest van mijn gezicht. Om het te proberen iets donkerder te maken. Dit heeft wel echt nut. Mijn gezicht wordt nou wel echt een stuk donkerder. Dus dat is wel weer fijn aan de andere kant. Deze concealer is echt prachtig. Ik zie het gewoon nu al. Ik zie echt al een verschil met hun normale. Deze heeft inderdaad echt zo'n prachtige glans. Hij dekt helemaal goed. Wauw, ik ben helemaal impressed. Ik ben echt totaal impressed. Ik ga deze zeker in een lichtere kleur halen. Want het is echt prachtig. Wauw. Echt wauw gewoon. Dan heb ik ook van Elf Cosmetics een nieuwe losse poeder. Hun Halo Glow poeder. Ik heb hier zoveel goede verhalen over gehoord. Deze poeder is wel continu uitverkocht. Dus sla hem in als je hem ziet. Tenminste, de kleur is heel uitverkocht. Ik heb de kleur light. Ze hebben nog twee andere kleuren en die zijn er heel tijd wel. Maar light is er heel tijd niet. Dit schijnt een hele goede poeder te zijn. Dus ik ben ook weer heel benieuwd hierna. Dit is dan de verpakking. Een vrij normale Elf verpakking. En het is de hele poeder. Dus het heeft een beetje een glans. Dit is de kleur. Een hele lichte vanilleachtige kleur. Waarom laat ik altijd dingen vallen? De concealer is wel al aan het creasen. Maar als ik even snel de poeder aanbreng, dan gaat dat weg. En ik doe sowieso een full day wear test. Dus dan kunnen we zien of hij echt nog gaat creasen of niet. De concealer kleur heeft echt mijn gezicht gered. Het is nou echt een stuk donkerder. Nou is het wel iets meer matchy met mij. De poeder is ook echt top. Niet te droog, niet raar. Laat geen gekke witte waas achter. Ik doe ook even een flashback test om te zien of hij flashback heeft. Nee, geen flashback. Helemaal top. De concealer is wel echt aan het creasen. Oh mijn god, ik was zo enthousiast erover en dan gebeurt dit. I don't like that. Ik heb niks nieuws qua poedercontour. Dus ik ga even snel mijn neus en mijn gezicht contouren met mijn Revolution Contour paletje. En ik gebruik deze kleur. En dan pak ik ook de lichte kleur hier voor onder mijn ogen. En dan een beetje fixing spray van Max & More om alles mooi in elkaar te laten smelten. Ik ga nou heel even mijn ogen afmaken. Ik pak weer deze twee matte kleuren en die breng ik allebei aan op de onderste wimperrand. En dan ook weer wat mascara op de onderste wimper. Dan pak ik weer deze lichtste kleur. En die kleur breng ik dan ook zo aan een beetje hier in mijn binnenste ooghoek. Gewoon een heel klein beetje voor een extra sparkle. Niet te veel, want het is echt een heftige kleur. We gaan verder. Ik ga mijn gezicht bronzen met een nieuwe bronzer van New Standard. Dit is ook een Nederlands merk. En ik heb ook een aantal kwasten van hun. Bijvoorbeeld mijn bronzerkwast is van hun. En ze hebben ook lipsticks. En nou hebben ze ook nieuw een bronzer. En dit is hun prachtige bronzer. Het is een matte bronzer. En ik heb de kleur Toasted Coconut. En ze hebben drie kleuren. De verpakking is ook weer super luxe. Best wel zwaar weer. De verpakking is echt heel erg mooi. En je hebt ook een klein spiegeltje. En hij is mat. Daar hou ik van. Ik hou van matte bronzers. Dus hiermee ga ik lekker veel bronzen. Aangezien mijn basis best wel licht is. Maar ik bronz sowieso altijd te veel. En dan ga ik ook gelijk hun bronzerkwast gebruiken. Maar die gebruik ik sowieso altijd.
Is dit niet de meest mooie bronzer ever? Ik ben super mooi gebronsd. I love it. De kleur is ook echt perfect voor mij. Ze hebben mij echt de perfecte kleur gestuurd. Dat gebeurt niet heel vaak. Heel veel make-up merken. Ik weet niet of ze wel überhaupt zien naar wie ze het sturen. Maar ik krijg zo vaak te lichte kleuren. Of weer juist veel te donker. Maar deze kleur is echt perfect. Dat hebben ze echt goed gezien. En het blendt echt top. Het heeft mijn gezicht echt nou mooi gebronsd. I love it. Echt een aanrader. Dan ga ik verder met een blush. Ik heb een blush van Benefit. Dit is een hele mooie, prachtige, beetje rozige kleur. Deze kleur heet Sassy Salmon. En dit is een betaalbaar, natuurlijk merk. Dus helemaal naturel. Ik heb ook een bronzing poeder van hun. Deze vond ik ook echt heel erg fijn. Was ik echt overrast. Maar destijds wist ik helemaal niet dat het een naturel merk is. Ik dacht gewoon, dit is gewoon een normaal merk. Dus Benecos gebruikt alleen maar natuurlijke producten. En dat is helemaal top voor iedereen die daarvan houdt. Omdat ik al zo impressed was met hun bronzer wilde ik ook een blush proberen. En het is lekker betaalbaar te koop bij Douglas. Oeh, je moet niet te veel pakken. Oh my god. Ik heb echt te veel gepakt. Hij is super gepigmenteerd. Pak echt maar een klein beetje. Way too much, Sarah. Ik doe even hier iets minder. Kijk, hier is het een stuk beter. Ik heb hier echt te veel gedaan. Hij is echt super gepigmenteerd. Ik ben niet zo'n fan van blushes met zoveel pigment. Omdat dan al heel snel dit gebeurt. En dat is niet zo mooi. Een tip als je te veel poeder aanbrengt. Is pak weer je losse poeder en breng die erop aan. Dus dat ga ik een beetje doen. En dan wordt het weer iets gediffused. Wordt het iets minder. Wel een hele mooie, prachtige blush. Maar wel echt iets te heftig naar mijn smaak. Dan gaan we verder met highlighter. Ik heb hier de e.l.f. Metallic Highlighter. En ik hou van metallic, want dat is dan een mooie extra glans. Dus dat vind ik altijd top. Ik heb hier de kleur White Gold. De kleur ziet er echt amazing uit. Ik heb echt hoge verwachtingen. De swatch is niet echt geweldig. Ik ben het aan het swatchen op mijn hand. Maar het is een beetje lacking. Oké, daar gaan mijn hoge verwachtingen. Oké, er komt bijna niks van af. Ik ga even mijn kwast nat maken met fixing spray. Ja, dat heeft wel een klein beetje nut. Maar ook niet heel veel. Oké, dit heeft me echt een beetje teleurgesteld. Ik vind hem echt niet zo mooi. Hij brengt niet mooi aan. Hij is zo een beetje raar poederig. Een beetje krijtachtig, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij zit niet mooi op de huid. Het zit echt op de huid. In plaats van dat het zo mooi insmelt. Dus deze heeft me een beetje teleurgesteld. Terwijl ik echt hoge verwachtingen had. Dan de lippen. De lippen was ook een beetje een fout qua kleur. Online zag de kleur er anders uit dan in het echt. Maar ook van de XX Revolution collectie heb ik hier hun matte lipstick. In de kleur Flicker. Ik dacht, het is een mooie roze nude kleur. Het is gewoon ronduit roze. Gewoon letterlijk licht roze. Dus ik ga hem wel gewoon aanbrengen om hem te laten zien. Maar dan ga ik hem er weer afhalen. Want dit was niet waar ik voor ging. Oh my god. Deze kleur. Oké, afgezien van de kleur is ook gewoon de hele formule niet fijn. Het is echt helemaal niet genoeg gepigmenteerd. Je moet echt 100 keer eroverheen gaan. Het brengt ook helemaal niet mooi egaal aan. En als je vaker over één plekje gaat, dan haalt hij wat eronder zit er weer af. En met vaker bedoel ik al letterlijk de tweede keer. Dus nee, de formule vind ik niks en de kleur vind ik ook niks. Maar ik dacht misschien haal ik hem in een andere kleur. Maar omdat de formule ook echt niks is, nee. No. Ik ga een mix aanbrengen van NYX Cosmetics. Ik heb hier NYX Suede Matte Lipstick in de kleur Sandstorm. Lipstick, ik bedoel lippenlood. En NYX Slip Tease in de kleur First Date. Dus deze twee. En als setting spray gebruik ik mijn Revolution Hyaluronic Fix. En dan zijn we klaar. Oké, dit was dan de look voor nu. Ik ga ook nog een hele full day wear test doen. Dus dan kom ik weer straks terug. Ik zal even laten weten wat ik tot nu toe van alles vind. De producten die ik echt niet aanraad is sowieso deze matte liquid lipstick. De kleur is niet mooi, maar ook echt gewoon de formule is niet mooi. Dus dat is helemaal niks. Deze e.l.f. Glow vind ik ook echt helemaal niks. Ik had echt gehoopt dat hij echt mooi ging zijn. Maar ik heb al net verteld, ik vind hem niet mooi. De Benecos blush vind ik ook niet zo, omdat hij gewoon te gepigmenteerd is. En daar ben ik gewoon echt niet van gediend bij een blush. Maar ik vind hem wel mooi. Je moet gewoon echt een klein beetje aanbrengen. Heel goed blenden. Het is best wel veel effort om er dan een beetje goed uit te zien. En ik heb hier zoveel goede betaalbare blushes, dat ik hierbij denk, ja, hoeft niet. De concealer, ik neig naar nee. Ik wil hem nog wel gewoon de hele dag ophouden en aan het einde van de dag zien wat ik ervan vind. Maar ik vond hem echt prachtig. Ik was echt gelijk impressed. Maar hij begon best wel snel te creasen. Dus dat vind ik niet zo mooi. Ja, nou is er ook schaduw op, dus valt minder op. Maar dat doet die andere al niet. Dus
Maar ik vond hem wel fijner aanvoelen dan die andere. Dus de concealer is nog een twijfelgeval. De rest vind ik op zich wel goed. Deze bracht echt top aan. Ondanks de kleur ben ik wel geneigd om hem in een andere kleur te gaan halen. Ik moet nog wel mijn hele full day wear test doen. Maar voor nu ben ik echt tevreden. Ik vind hem echt mooi. De bronzer echt top. Echt heel erg mooi. Dit is echt zeker een aanrader. De poeder ook prachtig. Hij maakt alleen niet mat. Als jij echt op zoek bent naar iets wat super mat maakt. Omdat jij bijvoorbeeld een hele vettige huid hebt. Dit gaat het niet doen voor jou. Ik heb nog wel echt een glow over mijn hele gezicht. Voor mij is dat echt top. Want ik heb een normale tot droge huid. En ik wil er niet altijd helemaal super mat uitzien. Maar daarvoor is hij niet goed. Maar voor de rest is hij echt geweldig. Het is echt een hele goede losse poeder. Dit oogschaduwpaletje ook. Wauw. Ik ben echt totaal impressed. Echt de prijs waard. De Nabla is niet echt heel goedkoop. Maar zeker de prijs waard. Ik vind hem echt prachtig. Handig voor to go. En je hebt ook een heleboel andere kleurvarianten. Ik ben er echt super blij mee. Deze spons moet gewoon nou even gewoon gelijk iedereen halen. Stop gewoon deze video. Ga naar de Boozy Shop en haal hem gewoon gelijk. Hij is super goedkoop. Ik denk dat ik de echte Beauty Blender voor 20 euro nooit meer ga halen. Want ik heb nou deze. Ik heb mijn NYX Cosmetics spons voor 8 euro. Die ook echt geweldig is. Dus deze is echt een aanrader. En de wimpers. Oh mijn god, ik heb gewoon de hele tijd lipstick op mijn tand. De wimpers ook echt heel erg mooi. Lekker heftig. Ze hebben ook een heleboel naturel varianten. Als jij meer voor naturel wilt gaan. Maar hiermee ben ik ook heel blij. En ik ben niet altijd heel snel blij met nep wimpers. Maar ik vind het echt geweldig. Dus dit is tot nu toe wat ik van alles vind. Aan het einde van de dag ga ik laten weten wat ik nou echt vind van de concealer. En van de gezichtsmake-up. En hoe alles er nog op zit. En dat soort dingen. Het is nou 1:50. Ik ga om 4:15 naar de bios. Ik ben echt nog nooit om 4:15 naar de bios gegaan. Alleen nou met corona is alles een beetje raar qua tijden in de bios. Dus het was of 4:15 of 9:30. Maar ik ga met mijn pleegzusje. En voor haar is 9:30 echt te laat. Dus we gaan gewoon om 4:15. Dus ik ben heel benieuwd hoe mijn make-up er straks nog op zit. Maar ik kom dus straks weer bij jullie terug. Daar ben ik weer. Het is nu 6:30 later. Het is 6:30. Ik zal het even laten zien. Want ik film dit met mijn phone. Dus ik kan de klok even niet laten zien. Hoe staat mijn gezicht erbij? Ik vind de foundation niet zo. Hier is het helemaal aan het opbreken. Hier bij de kin ook helemaal. Hier ook bij de neus. Op de neus gaat het er ook helemaal eraf. En dit soort dingen heb ik niet heel vaak. En ook niet na 6 uur, ook niet na 2 uur, ook niet na 8 uur. Dus voor die prijs heb ik zoveel betere dan ik denk van ja, ik vind hem het niet echt waard. De blusher vond ik al sowieso niet fijn. En ik moet ook zeggen dat de blusher hier helemaal van af is gegaan. Ik heb hier nog een klein beetje blush. En voor de rest gaat het er gewoon echt helemaal van af. Hier is het helemaal zo raar patchy geworden. Dus de blush vind ik ook niks. Maar ja, die vond ik al niks. Voor de rest zit alles nog goed. Kijk, die mooie oogschaduw. De concealer. Hij creased gewoon te veel. Ik vind hem echt prachtig. Maar hij creased te veel. En dat heb ik gewoon echt nooit. Dus ik denk dat ik het persoonlijk gewoon nog ga houden bij de andere elf concealer. En deze gaat hem toch echt nieuw worden voor mij helaas. Dus ja, dat is nou de actuele status. Voor de rest blijft mijn mening onveranderd. Alles wat ik goed vond, vond ik gewoon nog goed. I like it. En wat ik niet goed vond, vond ik sowieso al niet goed. En nou komt daar ook de foundation bij. En de concealer, die ga ik ook voor wegleggen. Dus ik adviseer gewoon nog de normale Camel concealer. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om makkelijk, gratis en snel te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!